Serieus? Thema feestelijk? Jij altijd met die verbondsdas? Kom op, gaan! Oké. Okay. Ongelooflijk leuk dat we na 2 jaar eindelijk weer bij elkaar kunnen komen om met elkaar het zeilen van het jaargala te kunnen vieren. Een avond waar we met de sporters, de verenigingen, de vrijwilligers en al onze partners samen de watersport vieren. Terugkijken op wat we al bereikt hebben en vooruitkijken aan wat we nog hopen te bereiken. Als Stichting Zeiltrofie zijn we bijzonder blij dat we eindelijk weer de prijzen op een normale manier kunnen uitreiken. Want ja, 2 jaar kon dat niet vanwege corona. Vorig jaar noodgedwongen via een video. Maar nu kunnen we de 3 prijzen van de stichting en de coach van het jaar trofee weer uitreiken op een manier die waardig is voor de sporters. Waarbij de sporters in het zonnetje worden gezet en hun prestaties. Ik wens u daar veel plezier mee. Ja, links. Nou ja, daar hadden we eigenlijk al links moeten. Wat moet ik nu? Niet daar? Nee, ja, hier is rechts, toch? Ja. Waar moeten we nou heen? Jij hebt een kaart op. Shit, waterkaart. Een nieuwe generatie toptalenten klopt op de deur. Een 27-jarige schipper start binnenkort in de Ocean Race. En we hebben wereldkampioenen zowel bij de dames als de heren in de spectaculaire 49er en 49er FX-klasse. Ik ben trots op ze allemaal. Allemaal begonnen bij een vereniging en uitgegroeid tot wereldtopper. Geweldig dat we hier vanavond met zo'n grote groep watersportliefhebbers de successen van onze zeilhelden kunnen vieren. Ik ben enorm trots op de inzet en toewijding van onze sporters. Hun prestaties zouden natuurlijk nooit mogelijk zijn geweest zonder de waardevolle steun van onze sponsors en partners. Waarvoor dank. Een hele mooie avond gewenst. Nog 8 maanden te gaan voordat we gaan beginnen aan het Allianz WK in 2023 in Den Haag. Zitten we goed in de voorbereiding met alle vrijwilligers en alle betrokken verenigingen die er ook allemaal heel erg veel zin in hebben. Op dat WK gaan we de nieuwe helden van 2023 wellicht ontmoeten. Maar eerst vieren we de helden van 2022. Wat is dit? Wat is dit? Heb je ergens aangezeten? Nee. Stop die nou? Ja, stop nu. Niet opgeladen? Ja, ik ga wel kijken. Prima. De schuifje, ja. En? Maar er zit hier helemaal geen motor. Kijk even achter. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, hope by golly, have a holly jolly Christmas. Welkom in het Scheepvaartmuseum, waar het heden en verleden van de maritieme geschiedenis met elkaar verbonden worden. Die sport die is niet geweldig groot, maar heel divers. En dit zijn dan van die mooie momenten om met elkaar de verbinding te zoeken en iedereen weer bij elkaar te zien. Het is natuurlijk geweldig als Allianz dat we bij mogen dragen aan de ontwikkeling van al deze atleten. Zeilen van het jaar, dat is echt wel wat. Liefst zouden wij natuurlijk zien dat iedereen op het podium stond. Dat kan helaas niet, maar vanuit hier alvast gefeliciteerd voor de winnaars. Ooit heb ik de Condi van Rietschoot 3 keer gewonnen, samen met Marceline Koning, die nu op het podium staat. En ik als sponsormanager bij Nederlandse Loterij. Ja, superleuk om hier nu aanwezig te zijn op Zeilen van het Jaar Gala. Het jaar trofee 2022 is Kaai de Koop. Wie was dat? Mensen bedanken. Dacht ik al. Hartstikke goed. Dank je, Leila. Bal naar binnen. Ja, wat een eer om hier weer te staan. Bij de team.